Kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Switch en vandaag staan we hier bij een bike. Een bike die hier onder het zeil zit. Ik kan nog niet zeggen welke bike, dat mogen jullie zelf raden. Het is een A-bike waarvoor ik dus nog geen rijbewijs heb. Maar de goede nieuws, ik heb mijn A2 rijbewijs. Waardoor dat de crossmotor, de HM125, weg is, jammer genoeg. Maar ik heb iets anders in de plaats. Een andere motor, een A2 motor. En die ga ik jullie dus nu tonen. Niet deze, deze is voor als ik mijn A heb. Maar jullie zullen wel begrijpen als jullie weten om welke motor het gaat. Het is een beetje vroeg dat ik die heb aangekocht, maar beter te vroeg dan daarna niet meer te vinden. Dus laten we eerst naar de A2 bike gaan. Ik wil ook nog eventjes zeggen, de scooter is er ook dus nog. En de Dax is er ook, maar die staat op een andere locatie hier in huis. Dus die is ook niet weg. En wat ik ook nog wil zeggen was van de A2 bike die ik jullie nu laat tonen is niet de mooiste. Maar het is een A2. En daar gaat het om. Ik moet daar toch maar 2 jaartjes mee rijden. Maar we gaan wel het mooiste van maken. Leg ik allemaal uit. Ik ben nu bij de bike. Dit is het merk van de bike. En nog eens, het is niet de mooiste, maar we gaan er iets moois van maken. Of toch proberen al sinds. Het is in deze. Nice. Het is dus de Aprilia Pegaso 650. Dubbele uitlaat. Nou wel. Jaar 1996, zei de eigenaar. Hij de vorige eigenaar. Het is niet de mooiste, zoals ik al zei. Er is ook al veel versleten aan. Maar we gaan er wel iets moois van maken. Die heeft ook van die Brembo remklauwen. Zeker een pluspuntje. Ook de remschijven zien er nog goed uit. Goed dik. Het leek mij wel een koopje, want ik heb deze motor echt voor heel weinig geld kunnen krijgen. En de eigenaar, de vorige eigenaar, zei ook van, je hebt een goede deal gesloten. Maar sowieso gaan we hem eerst kuisen en dan gaan we zien wat we aan verbeteringen kunnen doen. Ik dacht zeker en vast al om de kappen in zwart te spuiten en dan misschien de remklauwen zelf dan in het rood. Misschien dat dat een leuke kleurencombinatie ging zijn, maar dat we dit plaatje dan wel nog gaan behouden in de originele kleur natuurlijk. Maar dan gaan we nog allemaal zien hoe dat we dat gaan doen. En dit gaan we ook nog proberen mooi op te krijgen. En zodat het Aprilia logo, Aprilia lettertjes mooi uitkomen en dat dit dezelfde kleur is als het frame. Dan gaan we proberen allemaal goed te krijgen. We gaan ook al het roest op die moeren en zo of vervangen. Alles vervangen en alles properer maken dan het nu is eigenlijk. Ook dit. Allee. We gaan het proberen zo mooi mogelijk te maken. Hè. Natuurlijk. Als jullie zelf ideeën hebben, laat dan maar zeker maar weet in de comments. Ook de uitlaat. Ik heb gekeken dat je daar MIF uitlaten van kunt krijgen. Dan gaan we misschien ook overwegen. Ook al is dat een dure update of upgrade vooral. Hier zie ik ook dat die stickers. Ja, die stickers zijn er afgehaald. Normaal was het dan wit. Wel, het paardje staat er wel op. Maar dat gaan we nog allemaal zien. Ik heb ook al gekeken hoe dat je deze kappen moet opschuren. Dat was met een soort van moes schuurpapier. Om kleine krasjes te maken. En dan gaat daar de verf in. Maar zoals hier, dat is al. Hier heeft hij al damage, zoals jullie kunnen zien. Yo. We gaan er dus iets proberen, iets moois van te maken. Ook het zadel, zoals jullie hier kunnen zien, is ook een beetje kapot. Maar ja, dit is dus een low budget project, mensen. We gaan hier niet duizenden euro's in steken. Ik dacht ook misschien leuk om zo'n zadel te hebben van Alcantara, maar dat zal waarschijnlijk iets te duur zijn. We zullen wel zien. Ook deze. Zij, de gewichtjes aan het stuur zelf, kunnen ook opnieuw zwart spuiten op zich. Ook de spiegel zelf kunnen we ook vervangen, afhalen. En dan hieronder zo'n mooiere zetten van die ronden of zo. Dat gaan we allemaal zien. Dus sowieso eerst eens kuisen en dan blinkt hem terug. Op camera blinkt hij wel, maar in het echt zit er wel echt veel stof en modder op. Zoals jullie, als ik even wat dieper in ga zoomen en zo. Zoals jullie hier kunnen zien, al die kleine dingetjes. Allee, alles maakt het een beetje vuil. Hè. Snap je? Zo hier ook. Dus eerst kuisen en daarna gaan we zien wat ervan komt. Zo jongens en meisjes, dus we gaan nu even met de hoge drukspuit dit vuil verwijderen. Natuurlijk ga ik de roester niet afkrijgen van de moeren, maar wat eraf gaat, gaat eraf. En dan zien we ook een beetje beter van wat is er roest en wat niet, maar er zit gewoon vuil op. Ik ga gewoon met de hoge drukspuit opspuiten en proberen er zoveel mogelijk van af te halen. En dan gaan we nog wel zien wat we dan gaan doen. Ik zal deze bike eens starten voor jullie, want jullie hebben het ook nog niet gehoord. Het is niet zo'n fantastisch geluid natuurlijk. 1996. Wel 2 uitlaten. Vind ik wel nice. Ik moet vertellen. Ja, 10 meter. Ik zie ook al.
potentieel beter kan worden.